Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar al deze games. Ik ben Bo en vandaag ga ik Would You Rather spelen. Would You Rather is zeg maar, zou je liever, dus je krijgt vragen van bijvoorbeeld, zou je liever verdrinken of verbranden? Nou, daar mag je dan tussen kiezen en dat ga ik dus vandaag doen. Ik ga het doen op een website en daar staan heel veel keuzes waar ik dus uit moet gaan kiezen. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. En als je er zin in hebt, doe zeker dat duimpje omhoog en hopelijk kunnen we de 1000 likes halen. Would You Rather eat a banana or eat an apple? Ik denk dat heel veel van jullie nu gaan denken van, oh, Bo die gaat natuurlijk op banaan klikken, die wil natuurlijk een banaan eten. Maar eerlijk gezegd heb ik nu meer trek in een appel, omdat daar meer water en zo in zit en dat is wat meer vochtig. Een banaan is een beetje droog, dus ik ga voor een appel. Would you rather be blind since you were 3, be deaf since you were 3? Dus zou ik liever doof of blind zijn sinds mijn 3e, denk ik. Ik weet niet wat 3 is, maar ik hou het gewoon op 3. Ik denk dat ik liever dood ben. Daar heb ik het al eens over gehad. Ik zou het echt heel naar vinden als ik niet meer kan zien. Dus ik ga voor doof. Would you rather be in jail for 10 years of be in a coma for 20 years? Dus of ik liever 10 jaar in de gevangenis zit of 20 jaar in coma lig. Dit is heel lastig, want in de gevangenis lijkt mij ontzettend naar en daar heb je echt totaal geen vrijheid. En een coma op zich, als je daaruit ontwaakt, dan merk je daar denk ik niks van. Ik bedoel, je slaapt en nou ja, als je slaapt merk je niks. Dus ik denk dat ik liever in een coma zit voor 20 jaar. Al is het dan wel heel raar als ik nu 20 jaar later wakker word. Dan ben ik 39. Oh my god, zo oud. In ieder geval, ik ga toch voor een coma, ook al is dat heel eng. Ik kies dat gewoon. Would you rather be colorblind or have no taste buds? Dus ben ik liever kleurenblind of dat ik niks kan proeven? Ik denk dat ik dan liever kleurenblind ben. Ik bedoel, de kleuren... Nou, het is wel vervelend als je geen kleuren kan zien. Maar ik zou het niet ontzettend erg vinden. Maar ik zou het wel erg vinden als ik niks kan proeven. Dat je eet en dat je gewoon nooit iets proeft. Dat lijkt me echt naar. Ook wel weer handig, want dan kan je altijd gezonde dingen eten die je misschien normaal niet eet. Maar ik ga dan toch voor kleurenblind. Would you rather be a famous sportstar or be a famous actor? Ben ik liever een beroemde sporter of een beroemde actrice? Nou, dan ga ik voor actrice. Acteren lijkt me wel leuk. Sporten, dat is niet helemaal mijn ding. Would you rather have Wes sting you for the rest of your life or be run over by a tank every time you speak? Dus wil ik de rest van mijn leven gestoken worden door wespen of door een tank worden overreden als ik praat? Dus elke keer als ik zal praten, word ik overreden door een tank. Ik ga dan denk ik voor overreden door een tank. Want als ik één keer door een tank word overreden, ben ik dood. En als ik heel mijn leven door wespen word gestoken, nou dan ben ik flink ziek altijd. En voel ik me flink naar. En ga ik, ja, ik weet niet of je daar ook, ja, dan kan je vast wel dood aan gaan. Maar je gaat niet gelijk dood. Dus ik ga dan toch voor de tank. Dan ben ik gelijk dood in plaats van eerst, weet ik veel hoe lang, lijden aan die wespen. Zou je liever doodgaan en terugkomen als een zombie, in een hotel wonen voor 100 jaar en dan ben je een miljonair? Of zou je liever Google hacken en naar de gevangenis gaan en dan ga je dood en dan kom je terug als een zombie en dan begin je een apocalypse? Wauw, wat een, ik weet niet wie het heeft bedacht, maar wat een interessante keuze. Ik zou denk ik liever doodgaan en terugkomen als een zombie. En dan woon ik in een hotel voor 100 jaar. Nou, ik vind het wel prima. En dan word ik een miljonair. Helemaal prima, ik ga daarvoor. Zou je liever een neus hebben zo lang als je voet? Of een tong hebben zo lang als je voet? Allebei niet natuurlijk. Maar als ik moest kiezen, dan denk ik een tong. Ook al, dan past het niet meer in je mond, denk ik. Dus dat is best wel vreemd. Maar als je een neus zo lang hebt als je voet, ja, dan krijg je gewoon alle ogen op je gericht. En die tong kan je misschien op een of andere manier nog in je mond houden. Ik heb geen idee. Zo vast wel niet, maar ik ga voor de tong. Zou je liever een kat zijn die niet kan springen of een hond zijn die niet kan bijten? Als je niet kan bijten, dan kan je dus ook niet echt goed eten, neem ik aan. En als je een kat bent en je kan niet springen, dan is dat vrij vervelend. Maar dat zou niet het eind van de wereld zijn. Dus ik ga voor een kat. Zou je liever alles eten wat je ziet of alles likken wat je ziet? Dus echt alles wat je ziet. Ik zie nu mijn computer en nou ja, alles erop en eraan. Zou ik dat liever eten of eraan likken? Nou, dan eraan likken. Want ik ga natuurlijk niet mijn microfoon op zitten eten. Dat kan ook niet eens. Dus ja, likken, dat is ook niet echt lekker. Maar ja, ik moet kiezen. Dus ja. Zou je liever doodgaan aan verdrinking of doodgaan door vuur?
Dit is wel een standaard dingetje waar je wel eens, jullie hebben vast wel eens gehoord. Iemand heeft vast wel eens tegen je gezegd, zou je liever verdrinken of verbranden? Nou, ik denk dat ik liever zou verdrinken. Want ik denk als je verdrinkt, dat denk ik, ik weet het niet zeker. Je krijgt geen lucht, je komt ademtekort, dus dan ga je zeg maar flauw vallen in het water. Tenminste, dat denk ik. Je gaat weg, je raakt je bewustzijn kwijt. En dan ga je dus langzaam dood, maar dan merk je er niks meer van, want je bent al bewusteloos, zeg maar. En als je in vuur staat, ja, vuur over heel je lichaam, dat lijkt me heel erg pijnlijk. En ik zou ook het niet echt op prijs stellen om levend te verbranden, dus ik ga dan voor verdrinken. Ook al lijkt dat me ook wel een hele nare ervaring. Maar ik denk toch dat ik daarvoor zou kiezen. Ja, oh my god. Zou je liever een lolly eten die naar poep smaakt? Of een beker drinken, een beker kots drinken of eten. Oh my god. Nou, ik zou dus echt geen kots willen eten. Ik denk dat ik daar gewoon zelf ook al van ga kotsen als ik dat zou doen. Een lolly die naar poep smaakt. Ja, weet je, dat is heel vies. En dat heb ik eigenlijk ook niet echt graag. Maar ik denk dat ik toch eerder voor dat zou gaan. Oh, gadver, nee. Eeuw. Nee, ik wil het gewoon allebei niet, maar ik moet kiezen, dus ik ga voor de lolly. Oh my god, het is smerig. Zou je liever een vogel zijn die niet kan vliegen of een vis zijn die niet kan zwemmen? Ik ga dan voor een vogel die niet kan vliegen, want er zijn wel meerdere soorten vogels die niet kunnen vliegen. Of nou ja, niet veel, maar bijvoorbeeld sommige kippen die kunnen niet vliegen en die leven ook gewoon prima, neem ik aan. Nou, misschien niet allemaal, maar ik ga dan toch voor de vogel, want als je een vis bent en je kan niet zwemmen... Dan heb je echt een rot leven, want dan kan je echt helemaal niks. Dus de vogel. Nou jongens, dit was alweer de video voor vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bye bye!